Ja, goeiedag iedereen. Dat is de nieuwe lijnkaart. Dus voor de lijnbus. Bestaat al een tijdje. Wat is het verschil? Het is een digitale kaart. Je ziet niet meer de stempels erop. Dus dat kost mij 16 euro voor 10 ritten. Maar ik had net een vraag gesteld aan de lijn. Hoe kan ik zien hoeveel de geld dat er nog op staat? En met dit antwoord heb ik nu ook nog iets anders die toch wel interessant is om even door te geven hier via het filmpje. Dus momenteel standaard kost het 1,60 euro om hier bijvoorbeeld van Sint-Niklaas naar Hulst, Nederland te reizen. Dus ongeveer een 45 minuten tot 50 minuten. Maar nu zal ik even terugkomen op die mail. Het is ongelooflijk bij de lijn. Ik had die mail verstuurd 2 uur geleden en ik heb al een antwoord. Zo snel is deze klantendienst ongelooflijk. Dus eerst en vooral, hoe kan je zien hoeveel dat erop staat? Dat staat hier in deze mail. Zo, vervolgens klik ik op de eerste link. Dus ik ga direct voor het antwoord even naar beneden van het scherm. Dus hier wil je weten wat er nog op je kaart staat. Is het heel simpel in de bus. Je drukt eerst op de infoknop en dan scan je de kaart en weet je hoeveel geld er nog op staat. En de tweede link is er zelf een mogelijkheid om online je kaartnummer in te vullen. En dan kan je het ook zien. En ja, dus pas als je je kaart gebruikt, kan je het aantal resteerde ritten raadplegen. Dus fantastisch, zowel in de bus als op het internet. Vlak hiermee was het antwoord duidelijk, maar nu heb ik ook gezien met dat antwoord, even terug te gaan naar deze link hier, is namelijk zo, dus die lijnkaart van 16 euro, dus 1,6 euro per rit. Dat is een uur geldig. Je mag daarmee overstappen. Je hoeft niet opnieuw te betalen binnen het uur. Maar dus er is ook voor mensen die wonen hier in Vlaanderen de 10 rittenkaart met gemeentekorting. Dus er zijn bepaalde gemeentes die kortingen geven waardoor dat je dus die lijnkaart kan hebben aan 10 euro. Dus dat maakt 1 euro per rit. Dus men beseft heel goed in Vlaanderen het belang van het openbare vervoer en ook de financiële kant. Men ziet toch ook wel dat mensen het openbare vervoer nodig hebben, maar ook het kan soms te duur zijn, waardoor dat er gemeentekortingen zijn. Dus 1 euro per rit, beste mensen. Waarom neem ik dat onderwerp terug hier zo in het belang? Net over de grens in Zeeland, om het terug erover te hebben, betalen wij tussen de 3 tot 8 maal duurder om een rit te doen met de bus.